Ja, kom dan. Het is woensdagmiddag 15 april. We staan hier in de redactieruimte van het Brabants Dagblad. De jury van de fotowedstrijd voor amateurs Klik-Klik, die het Brabants Dagblad organiseert samen met het Eindhovens Dagblad en De Stem, die buigt zich over de inzendingen van de derde ronde. En de derde ronde had als thema natuur. Oh, oké. Chris van Kromvoort, fotograaf van het Brabants Dagblad en lid van de jury voor de Klik-Klik voorrondes. Zou jij kunnen vertellen over de nummers 1 en 2 wat dat zulke mooie foto's maakt? Ja, de nummer 1 vind ik heel mooi. Omdat die een hele rustige compositie, maar toch boeiend. Er zit een trapje in. Het is allemaal groen, dus dan wordt het al moeilijk. Omdat je dan geen kleurverschillen hebt. Maar er zitten toch gradaties in, van licht naar donker. Dit is heel mooi scherp. Het is, ik weet niet eens wat voor dier het is, maar het is hartstikke mooi gedaan. Knappe foto. Spannende foto. De nummer 2. Kijken. De nummer 2 is... ik zou niet weten waar ik het moet vinden. Maar het is er dus blijkbaar wel en daarom vind ik het wel erg mooi. Een hele sfeervolle foto. Mooie avondkleuren met een bootje dat er zomaar in één keer verdwaald ligt. Jan Verhoef, jurylid van Klik-Klik, de voorronde van de fotografiewedstrijd van het Brabants Dagblad. De nummer 3 is een foto van een meisje dat een soort balletpose maakt in het bos. Het thema was natuur. Waarom heb je voor deze foto op de derde plaats gekozen? Omdat het zowel de mens als de achtergrond puur natuur is. En het intrigeerde mij dat iemand deze pose heeft laten aannemen, midden in de natuur. En ik riep altijd weken geleden van er staan te weinig mensen op de foto. Nou, hier hebben we dan een mens. Dankjewel.